wethouder Ben Beems van Duurzaamheid. De heer Eckhardt van het CDA heeft een motie ingediend. Dat waar de plaatsing van windmolens betreft in de gemeente Rijsholte, dat dan de gemeentekaart gehanteerd moet worden. Ja. Wat vindt u van die motie? Nou, de motie is allereerst ook unaniem aangenomen, dus de hele gemeenteraad die vindt hem heel goed. Ik heb hem zelf ook geadviseerd, dat heeft u misschien ook al gehoord in de raadsvergadering. Ik mocht niet meestemmen, maar ik zou inderdaad meegestemd hebben. Ik vind het een goede motie. En waarom ik dit een goede motie vind, dat is van deze motie die beoogt de windmolens niet te dichtbij te kennen. Bijvoorbeeld bij Fredgasmaten of bij de Riezen in Holten. Deze motie wil heel graag toch minimaal 1000 meter, dus een kilometer afstand van de gemeentegrens of van woningen. En die staat nu eigenlijk op 2 keer de tiphoogte. 2 keer de tiphoogte is wel de wettelijke regeling. Maar wij hanteren hier zo in onze gemeente heel graag die 1000 meter. Wat bedoelt u precies met de tiphoogte? De tiphoogte, dat is als de wiek helemaal omhoog staat van een molen. En zo hoog, dat is dan de tiphoogte. En van de hoogste molens die nu geplaatst zullen gaan worden, hopelijk niet in onze gemeente, maar die zijn dan 280 meter hoog. Dus dan is een tiphoogte, 2 keer de tiphoogte, is dan 560 meter. En 560 meter is dan best wel relatief dichtbij een mogelijke woning. Of bij de gemeentegrens. Dan moet de Provinciale Staten op 9 oktober een definitief besluit nemen over de plaatsing van windmolens in de gemeente Rijsselholte, onder andere ook. Ja. En u heeft voorgesteld om langs de A1 windmolens te plaatsen. En die zouden dan in totaal 120 gigawatt kunnen opwekken. Denkt u dat de provincie dat voorstel gaat overnemen? Ik ben heel benieuwd, want ik weet ook dat er 114 insprekers geweest zijn de afgelopen periode, waarvan ik er ook eentje van was. En als ik dan hoor hoeveel ontevredenheid er is en hoeveel angst er ook nog is, hoeveel onzekerheid er ook over is, ook qua gezondheid, ook qua wat doet nou precies een molen met ons als mensen, daar is geen duidelijkheid over en dat is ook nog niet uitgeprobeerd. Dan zou ik zelf als staat dit eigenlijk niet durven aan te nemen. Dus ik adviseer eigenlijk ook om dit nog eens even uit te stellen en verder te gaan onderzoeken. En ook vooral de gemeente het van onderaf laten komen en daar meer de tijd voor te geven. Dus ik adviseer de statenleden om hier niet in mee te stemmen. Ja, en de situatie in Groningen is dusdanig dat het college over de windmolens gevallen is. Nou, zo'n onderwerp is het dus inderdaad. Het is, we praten nogal over gigantische opdrachten met ook behoorlijke gevolgen voor ons als mensen en ook voor ons als landschap, eigenlijk voor de hele provincie. Dus bezint eer ge begint is het spreekwoord. Dus ik zou eigenlijk ook adviseren van neem meer de tijd ervoor, maar ook wacht de regels ook echt de wettelijke kaders ook goed af. Die zijn nog steeds niet 100% bekend. We vermoeden wel hoe ze eruit zullen zien gaan komen, maar het is nog niet definitief. En ook vooral de gezondheids... wat doet het met de mensen? En dat is ook nog steeds niet duidelijk. Als de provincie, als de provinciale staat van Overijssel verstandig is, dan kiezen ze eieren voor hun geld en dan nemen ze het voorstel van Rijsselholte over. Ja, dat zou ik inderdaad adviseren. En daar zou ik dan blij mee zijn. Kijk, als ze het niet overnemen, ja, dan zullen wij verder moeten. En dan zullen wij het uit moeten voeren. Want dan zijn we gewoon opgedragen aan die 120 GWh. Maar dan proberen wij ze echt, zoals dat vanavond ook hier wel aan de orde geweest is, niet dit dicht bij een woonwijk doen. Of helemaal niet bij een woonwijk. Maar dan echt langs de infrastructureel werk. Langs de A1 bijvoorbeeld. De positie van Rijsselholte op het gebied van de plaatsing van windmolens is duidelijk. Ja, wij zijn er heel duidelijk in van ga weg bij de, houd het weg bij de kennen. En u moet wel heel eerlijk zeggen, ook al zouden wij ze langs de A1 willen plaatsen, ook daar is niet zo heel veel ruimte voor. Dus daar moeten we ook nog wel heel goed over nadenken hoe we dat dan daadwerkelijk gaan invoeren. En dan zou ik eigenlijk nog wel de provincie durven oproepen van, is het dan wel deze locatie, zijn die dan daadwerkelijk wel geschikt? Ja. Dus in feite bent u niet eigenzinnig, maar gewoon verstandig. Zo zou ik het inderdaad kunnen noemen. Ik vind dat wel een mooie betiteling. Zo is dat niet alleen wij als college, maar je ziet het ook in onze gemeenteraad. Die maakt zich ook zorgen hierover. Dank u wel. Graag gedaan.